Dan is het woord aan de heer Hiddema namens de fractie Frent op. Voorzitter, doe ik het alsjeblieft nog niet de klok in, want ik zit weer te knoeien. Doet hij het? Hij doet het aan de klok, loopt ook. Die doet het ook. Oké, nou. Nou, voorzitter, woordvoerder bij de algemene beschouwing, dat is niet niks. Met dank aan mijn fractiegenoot. Hoe zal ik daar nou eens inhoud aan geven? Wat zijn algemene beschouwingen? Dat zou ze moeten zijn in mijn geval. Dat zou een algemene beschouwing zijn over de algehele toestand waarin de staat zich bevindt. Dan ga je natuurlijk filosoferen, wat theoretisch wordt het dan en ook abstract. En dan heb ik aan 12 minuten niet genoeg. Dat red ik nooit, want er is zoveel aan de hand. Dan krijgt u volgend jaar nog 12. Wat zegt u? Volgend jaar krijgt u er nog 12, dus kunt u deel 2 eventueel doen. Ja, maar dat gaat allemaal ten koste van één veel belangrijker dossier. En dat zou ik tekort doen door allerlei lichtgetinte filosofieën over de restantproblematiek ten beste te geven. En dat is de immigratie en het asieldossier. Hoe wij het ook wenden of keren, we kunnen het over van alles en nog wat hebben. Maar nu is de tijd gekomen dat we allemaal zullen merken dat nu de wal het schip keert, deze problematiek, dit dossier, het breekijzer zal worden de komende jaren in de politieke verhoudingen. Er is geen ontkomen meer aan. Er moet nu actie komen, de seinen staan op rood en doorgaan met wegkijken. Dat werkt niet meer. En dat is ook heel logisch, want hier komt de logica om de hoek kijken. Wensdenken helpt niet meer, demoniseren, taboeiseren, zielelijkheidsverhalen of snoeiharde verhalen. Het helpt geen zier meer. De oplossing moet er nu komen, want het volk pikt het niet meer. Het is heel simpel, de wal keert het schip. En het is een sieraad van eenvoud om dat te verklaren. Weet u hoe dat komt, dat het misloopt? Omdat die instroom maar eindeloos ongecontroleerd doorgaat en dit verduvelde landje wil maar niet meegroeien. Het raakt vol, dus het houdt een keer op. Dat is een logica van je welste. En die instroom die blijft groeien en het loopt dus spaak. En ja, dat leidt tot volksverzet. En oei, als het zo doorgaat, een uittocht, oei, van kiezers bij de gevestigde partijen. Niks aan te doen. Ze zullen de rekening ervoor krijgen. En die logica die dringt zich nu op. We hebben het gehoord van mevrouw Jorritsma, met alle respect. Hoe lang dit probleem eigenlijk onder de tafel is geschoven. De VVD heeft het verwijt gekregen dat ze al 10 jaar lang een restrictief immigratiebeleid voorstelt. Dat klopt ook zo. In de programma's, in de verkiezingszaaltjes, in debatten, altijd. Maar als de coalitievorming aankomt en stemming in de Tweede Kamer, is het voetzie. Mevrouw Jorritsma zegt, ja, we moeten nou eenmaal compromissen sluiten. Dat snap ik ook wel. Maar als je het klaarspeelt om op zo'n belangrijk dossier 10 jaar lang, als het op beleid aankomt, te stemmen tegen je eigen belofte, dan moet je toch constateren dat bij een hele grote partij dit dossier nooit serieus heeft gespeeld. Dat kan niet anders. Dat is 10 jaar verwaarlozing. En om een coalitie in stand te houden, doen we nog wat niet bestaat. En dan zitten we nu voor een probleem te kijken, want Rutte 5 moet natuurlijk ook komen. Maar als Rutte 5 er wil komen, zou Rutte 4 nou dit probleem moeten aanpakken. Anders komt het er niet. En zelfs dan nog, als het er wel komt, zou Rutte 4, 5, 6 moeten toegeven dat Rutte 1, 2 en 3 en 4 er een potje van hebben gemaakt. Pas dan kom je tot een geloofwaardige aanpak van dit probleem. Want het ligt er niet om. Nu al is er sprake van krampachtig vasthouden aan een failliet beleid. En de resultaten zijn funest. En een rechtsstaat onwaardig. Wat is de praktijk van de dag nu? Dat Nederlanders, die een jaar op een huis zitten te wachten, moeten toezien dat hen de pas wordt afgesneden door mensen die hier nog nooit een stuiver hebben ingebracht. Dat kun je niet volhouden. Dat is niet rechtvaardig. Dat is zelfs, durf ik te zeggen, niet menselijk. Dat kun je burgers niet aandoen. Laat staan verkopen. Maar het gebeurt wel. En nu ook nog via dwang. Via de VVD. Het is ongelooflijk. En de asielrechtspraak die dit alles faciliteert,
U moet er eens in kijken. Het is een afzichtelijk rechtsbedrijf geworden. Het wordt in stand gehouden door rechtsongelijkheid, pure willekeur. Het is een grabbelton. Taskforce die lang niet op een taak zijn voorbereid. Die moeten ad hoc beslissen, want ze moeten hun limits halen. Mensen die onder normale omstandigheden nooit inkwamen om van het gedonder af te wezen, worden ze toegewezen. Mogelijk krijgen ze status. Het is ongelooflijk als je als solide jurist dit gadeslaat, dan denk je, hoe is het mogelijk dat we dit zo aan de klauw hebben laten lopen? Willekeur, rechtsongelijkheid, bedrog. Er wordt nu zoveel mogelijk gebruik gemaakt van niet verifieerbare leedverhalen. Stichting Vluchtelingenwerk helpt de aanvrager, voordat hij met de IND aan de praat geraakt, op de juiste wijze om met de IND het gesprek te voeren. Zo gaat dat. Volstrekt bespottelijk. En dan heb je nog de blokkades. En dat noem je maar chantage. Er wordt eindeloos doorgeprocedeerd tot in hoger beroep met kansloze zaken om maar hier te blijven. En dat lukt ook wel. Want als je heel lang chanterend bezig bent met kansloze procedures, dan kom je in de positie dat een rechter zegt, je zit hier al zo lang, we kunnen dit niet meer aandoen, je bent hier zo geworteld om je uit te zetten. Zo heb je je zin. Zo werkt het in de praktijk. En dan nu weer de VVD. Het vluchtelingenverdrag van 1951. Dat is nog steeds de toegangspoort tot alle procedures hier. Dat is totaal, mag ik het zeggen, dat zegt u maar dat is idioot. Dat is een affront jegens die mensen voor wie het verdrag is bedoeld. Dat waren ontheemde bevolkingsgroepen die totaal op drift waren geraakt door de Wereldoorlog II, die langs de Europese grenzen zwierven. Daarvoor is die bescherming geboden in dat verdrag. Wat staat er in Rutte 3, de regeringsverklaring? Het vluchtelingenverdrag, daar moeten we van af. Dat is uit de tijd. De hele periode van Rutte 3 is er niks mee gebeurd. Tijdens Rutte 4 hebben we er ook niks over gehoord. Waarom, vraag ik de minister, is hij toen met Rutte 3 bij de regeringsverklaring, die verklaring is opgenomen, tot het inzicht geraakt dat het nu, zelfs onder de huidige omstandigheden, kennelijk geen prioriteit verdient om daar iets aan te doen? De heer Otten. Ja, dat is een heel goed punt wat de heer Hiddema daar maakt over dat inderdaad in het coalitieakkoord van Rutte 3 stond dat er het vluchtelingenverdrag zou worden geëvalueerd. Nou, als je het altijd al zegt, dan zeg dat wel zo. Toen de heer Hiddema nog niet in deze Eerste Kamer zat, een motie ook over ingediend een paar jaar geleden van waar blijft die evaluatie? En toen is er heel snel even een rapportje van Piet Hein Donner verschenen dat het geëvalueerd was en het voldeed. En het was niet nodig om daar verder iets aan te doen. Dossier gesloten. Dus ik weet niet of de heer Hiddema daarmee bekend is, maar dat dus naar aanleiding van mijn motie is daar inderdaad even een hele snelle evaluatie door Donner van gemaakt. En daarmee was voor het kabinet Rutte de zaak klaar. Is de heer Hiddema daarmee bekend? Vraag. Ja, maar het is nou jammer dat u nou, meneer Rutte, dat ook in herinnering brengt. Want nog gaat hij u napraten terwijl ik hem voor het blok wil zetten. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja, maar dat rapport klopt dus niet. Dat is, is gewoon een alibi om er maar vanaf te zijn. We hebben dat punt ook gepakt in het regeerakkoord. Dus dat zou opnieuw moeten gebeuren. Ja. Hoe is dat met mij eens? Met Donner of zonder Donner uit die hoek, ik wijs maar even. Waar de wind vandaan komt waaien, als je het hebt over dat vluchtelingenverdrag, wordt dan gezegd, dat kunnen we maar zo niet opzeggen. Is het de minister-president inmiddels bekend dat hij binnen 24 uur het verdrag wel op kan zetten? Is hij bekend met artikel 44 van het vluchtelingenverdrag, waarin staat dat een land het op kan zeggen? Weet u wat hij moet doen? Eén briefje schrijven naar de secretaris-generaal en u bent van het hele Stockhausen-verdrag af. En de rechters ook, want die zitten er ook mee, nog steeds. Anno nu. Dat wil ik zelfs van de minister weten. Dat is het VN-verdrag. En dit alles heeft natuurlijk zijn weerslag op de verhouding tussen de burger en tussen de overheid. De burger, ik noem maar de VVD, dwarsstraat, die trouw naar de stembus gaat en die iets met de asielproblematiek heeft wat hem niet zint, die wordt al 10 jaar het bos ingestuurd door politici waar hij notabene op gestemd heeft. Die wordt het een keertje beu. En nu krijgt hij zijn huis ook nog niet eens
waar hij recht op heeft, denkt te hebben. En nog veel, veel meer kwesties. Die arme Groningers. Dat gemaltreteerde Groningse volk. De hele straat vol. Daar naartoe deponeert deze regering, om ze maar zo ver mogelijk uit de buurt te houden, het vluchtelingenprobleem. Zoutkamp krijgt honderden vluchtelingen op zijn dak, met een scheurende muur. Hoe is het mogelijk? Hoe bestaat het? En nooit krijgt een burgemeester van Wassenaar, of Aardenhout, of Bloemendaal, een briefje van de minister: wil jij ook je kiezers eens onder de duim houden daar, want er komen 100 op jou af. Kijk, dat zal vertrouwen wekken bij de overheid, bij de burger. Daar snappen ze het een beetje, dat de nood hoog is. Maar zolang het in die uithoeken allemaal moet spelen, van Ter Apel en verder gelegen oorden, ondergraaft dat, nou laat ik het voorzichtig zeggen, het draagvlak. En het vertrouwen van de burger. Ja, er wordt gezegd, de burger vertrouwt de regering niet. Helemaal niet waar, de regering vertrouwt de burger van geen kant. Dat is het probleem. Waarom mogen wij geen referendumwet hebben? De enige mogelijkheid waarbij de burger nog eens een keer aan touwtjes kan trekken, zodat hij tenminste krijgt wat hem is beloofd, of niet wil hebben waar hij nooit om heeft gevraagd, is een referendum. Waarom mag hij dat niet hebben? Waarom heeft Rutte dat afgestemd? Minister-president Rutte. Waarom is hij daar van afgeweken? De gezalfde meneer Remkes, mag ik dat wel zeggen? De nu gezalfde meneer Remkes. Dat klinkt in ieder geval positief. Die kan geen kwaad doen, zolang hij met rapporten komt waar de regering wat mee kan. Dan geef maar wat dezelfde meneer Remkes heeft in 19... Nee, ik begon net te zeggen dat ik nu... In 2018 al gezegd. Maar de spelregels zijn, u kunt het woord nemen nadat ik het u geef. Ik had het net teruggenomen, ik geef het nu aan de heer Jansen. Straks krijgt u het weer. Meneer Jansen. Ja, voorzitter, misschien een wat vreemde interruptie voor een SGP, of voor een SP'er. Ja, ik zei bijna SGP, maar misschien ik een vreemde wat interruptie zeggen. Voor een SP'er. Maar ik begreep niet helemaal wat de heer Hiddema zei over de briefjes naar Aardehout en Wassenaar. Omdat Wassenaar nou juist de gemeente is waar al heel erg lang, iedere winter, in Duinrel, in alles wat daar leeg staat, ook dit jaar weer ongeveer 950 mensen worden opgevangen. Dus ik weet niet of u daarop doelde, dat u zei van ga ook daar eens kijken. Maar dan kan ik in ieder geval, om dat misverstand weg te nemen, zeggen dat het daar ook gebeurt. Dan is nu Bloemendaal aan de beurt. Goed zo. En er zullen hier ook nog wel wat rijksgebouwen en in Kralingen ook nog wel wat leegstand. Er is best nog wel wat te doen om het uit die plattelandsgemeente weg te halen. Want dat is nogal een contrast, hè, tussen een hele cultureel toch iets anders ingerichte groep van honderden mensen en een stel dorpsbewoners die nog generaties lang dat moeten bekoekeloeren. Dan kun je beter een beetje stedelijker organisatie hebben, wat meer diversiteit al heerst, lijkt mij zo. Ik weet niet of Bloemendaal dan de eerste aangewezen locatie is, maar dat zou ook verhelderend kunnen zijn voor beter begrip tussen bevolkingsgroepen. Let u op het tijd, proberen waard. Let u op de tijd. Wat zegt u? Let u op de tijd. Absoluut. Meneer Remkes, die heeft het met rechte end vaak. En die ziet dingen heel scherp. En die wordt vaak bedankt. Maar met zijn rapport van 2018 hebben we nooit meer iets gehoord van de zijde van de regering. Het is dankbaar in ontvangst genomen. Maar meneer Remkes had de sleutel in handen om het vertrouwen tussen burger en overheid gestalte te geven. Weet, meneer Remkes adviseerde een bindend referendum notabene in 2018. Wilt u tot een afronding nooit komen? Nooit iets over gehoord. Wat vindt de minister nu de spanningen tussen platteland en stedelijke regering, burger, kennelijk steeds meer toenemen? Moet er niet eens een beetje lucht in die verhouding komen door de burger de mogelijkheid te geven, zoals Remkes dat voorstelt, zich uit te spreken over kwesties langs de weg van het bindend referendum? Vindt de minister-president dat nu niet nog veel meer urgenter dan destijds? Hoe staat hij daar tegenover? Heb ik nu nog voor de tweede termijn? Nee, u bent al op min 19 seconden. Dus ik moet verder mijn mond houden. U zult bij een collega langs moeten of die nog een surplus heeft, maar dank u wel. Dank u wel.